Ik ben Bram Heikers. Ik werk bij de Stichting Ein Bink. Dat is een onafhankelijk platform van en voor de Binkhorst. En ik doe onderzoek bij Access naar, met een hele mond vol, meervoudige waardecreatie bij circulaire gebiedsontwikkeling. Dat je, als je kijkt naar circulaire gebiedsontwikkeling, er is vrij veel aandacht voor circulaire economie en voor circulair bouwen. Maar voor mijn gevoel, als je niet uitkijkt, wordt die focus dan heel erg op één gebouw gericht. En dat kun je helemaal circulair maken. En vervolgens denk je, ik kan met mijn afval wat ik circulair in heb gezameld nergens naartoe. Of ik heb geen laadposten voor mijn elektrische auto's. Dus dat je vooral de verbinding met het gebied trekt. En dat daar nog wel wat meer aandacht voor mag komen. Specifiek afval, water, mobiliteit en energie. Ja, deels komt het er gewoon heel plat, doordat mensen allerlei oplossingen gaan bedenken. Vaak nu denk ik nog vanuit een ontwikkelaar op zijn eigen plot. En die dan vervolgens geconfronteerd wordt met gemeentelijk beleid, waarbij aan de ene kant wordt gezegd ik wil circulair beleid, maar aan de andere kant de dienst stadsbeheer nog niet op alle onderdelen zover is dat het je daadwerkelijk kan aansluiten. Dus het gaat volgens mij vanzelf al schuren. En daarnaast, zodat een accessonderzoek en allerlei andere plekken wordt onderzoek gedaan, komen dit soort geluiden steeds meer op. Worden in andere steden ook vrij hard gewerkt aan dit soort aansluitingen. Dus er komt vanzelf ook steeds meer kennis en best practices die je kan delen. Dus zou je dan zeggen dat het eigenlijk een soort kinderziekte zijn van de circulaire economie? Nee, dat gaat wel verder. In die zin denk ik, als je niet uitkijkt, dit gebied is een pilot omgevingswet en er wordt organisch gebouwd. De handicap van organisch bouwen is dat je het totale plaatje niet standaard meeneemt. Of dat nou een stedenbouwkundig plan is of een afvalbeheer gecombineerd met circulair bouwen. Dus in die zin vind ik het geen kinderziekte, maar eerder, daar moet echt samenhangender over na worden gedacht. Okay. En vervolgens heb je daarbinnen dan misschien kinderziektes die ga je oplossen. Het is feitelijk geen groot stedenbouwkundig plan met een hele grote zak geld erachter, maar mede omdat op een gegeven moment met de vorige crisis dat geld ontbrak. En er ook werd gezegd van we willen wel ontwikkeling in het gebied stimuleren, maar dat hangt toch ook af van individuele eigenaren. Dus als iemand met een goed plan of een idee komt, dan geven we diegene de ruimte. Ja. En dat is eigenlijk het basisidee, waarbij je dan zegt, dan moet ik dus niet te veel kader en masterplan hebben, wat beperkend kan zijn voor individuele ideeën. Ja. Dus enerzijds echt die koppeling met kijk waar de infrastructuur binnen je gebouwen aansluit op de bredere infrastructuur. En als tweede, wees ook heel alert dat je niet alleen discussieert over wat gaat het kosten om een alternatief afvalinzamelingssysteem aan te leggen of energie, maar ook heel erg naar de beheerkant. Wie gaat het dan beheren? Hoe wordt het beheerd? Op wat voor manier? Wat gaat het kosten? Hebben we daar de goede mensen voor om het onderhoud te plegen? Dat soort vragen lijken nu nog vaak te veel buiten beeld. Ja. Dus echt het leggen van al die verbanden en connecties en het invullen van een praktijk en niet alleen maar van een plek. Ja, en dan zowel van die ene plek naar dat grotere verband eromheen, als dat je niet alleen kijkt naar ontwikkelen, maar vervolgens moet het ook geëxploiteerd worden. Dus hoe en wie en wat en wanneer. Ja. Waar de Haagse Milieuservice zit. En het inzamelstation voor alle Haagse huishoudelijk afval, daar komt heel veel samen van alle verschillende afvalstromen. En daar is ook nog redelijk wat plaats over op dit moment. Dus je zou kunnen zeggen, daar kun je voor een deel woningbouw plegen. Maar daar zou je ook kunnen kijken vanuit circulair perspectief. Ik haal afval in de Binkhorst. Ik zorg dat het qua vervoer daar terecht komt. Nou, dan zijn de afstanden hier niet groot, want het inzamelcentrum ligt hier. En dat je daar ook iets van een paar plekken hebt met hetzij een soort laboratorium of zo waar je met reststromen weer aan de slag kan, iets nieuws kan gaan maken. Of dat je opslag doet voor bijvoorbeeld hout wat tweedehands is en hergebruikt kan worden. En dat je op de een of andere manier, als je de cirkel helemaal wil sluiten, dat je ook weer bedrijfjes hier een plek geeft die vervolgens producten gaan maken en die in het gebied weer afzetten. Nou, dankjewel dat je dit met ons wilde delen.